In sport- en zalencentrum Het Verlaat in Almkerk komen op vrijdag 8 en zaterdag 9 november genieten van een kleurrijke vogeltentoonstelling. Er waren 438 vogels te bewonderen, kanaries, tropen en kromsnavels. Erkende keurmeesters verrichten de keuring. De organisatie van deze jaarlijkse vogelshow was zoals gewoonlijk weer in handen van de Almkerkse vogelvereniging De Rietzanger. Wij organiseren onze show om onze eigen gekweekte vogels tentoon te stellen. In totaal hebben we nu 78 leden en vorig jaar bestonden wij 40 jaar. We hopen nog vele jaren dit te kunnen voortzetten, want er gaan er steeds meer verenigingen die gaan ten onder. Dat het best wel een vergrijzing aan het optreden is. Met de jeugdafdeling hoopt men de vergrijzing tegen te gaan. Wellicht wordt de winnaar van deze mooiste vogel van de jeugd de toekomstige voorzitter van de vereniging. Van de jeugd heb jij de mooiste vogel van de show. Dus jij mag je de wisselbeker mag je mee naar huis nemen. Als je hem 3 keer achter elkaar wint, dan mag je hem houden. Gefeliciteerd. Kijk eens wat de prachtige bekers daar staan. En die zijn allemaal van Stijn de Bok. Stijn, waar heb je die allemaal mee verdiend? Nou, deze heb ik verdiend dat ik eerste plaats was geworden in het jeugdklassement. En deze voor, ik was kampioen geworden met kleine pakieten. En deze is denk ik voor deze erbij, omdat ik eerste plaats heb gehad. Ik heb al 2 jaar meegedaan en ik heb elk jaar 1 beker gewonnen. Dus dit is wel, ja... Veel bekers in 1 keer. Op de eerste plaats Bram van Eersel, 466 punten. De mooiste vogel van de show. Hoe is dat zo gekomen? Nou, ik moet u zeggen, dat is het de derde keer dat me dat gebeurt. Niet achter elkaar, maar dat heb ik hier al eerder meegemaakt. En ik kweek een speciale soort. Dat zijn al deze vogels, maar al die bruine streepjes al jaren. Ja, en daar ga ik stad en land vooraf ook bij andere kwekers om goede vogels te ruilen of te kopen. Dus aan de top komen is moeilijk, maar blijven is nog veel moeilijker. Het Rad van Avontuur werd veelvuldig gedraaid. Daarmee waren vele leuke prijzen te winnen. Eerder op de avond werden er ook enkele jubilarissen geëerd. De bondspelden werden opgeprikt door de heer Chef van Roesel, voorzitter van het district Noord-Brabant-West... van de Bond voor Vogelliefhebbers. Met mijn 15e was ik lid geworden in Almkerk. Ik was eerste jeugdlid en ik ben gisteren 55 geworden. En ik ben dus 40 jaar lid van deze vereniging. En nu als derde jaar als voorzitter. Er vallen steeds meer verenigingen om. Ik roep dus alle mensen die graag lid worden van een vereniging... waar ze niet, dus niet meer terecht kunnen komen, zeg maar, wordt lid van onze vereniging.